En in het begin deed ik ook daar te schrijven. En dan zeg ik me, ik heb vier zonen, hè. Vier zonen, vier schildochters. En dat is toen allemaal laat, hè. Dus niet te vergeluiven. Dan zeg ik een van mijn kinderen, ja, mijn pa, zet dat, maak dan een boek met een QR-code. Die zegt, wat is dat, vriend? QR-code. Heb ik mijn zoon daar uitgelagen, wat doe je het van kinderen, zo'n vierkantig blukje. En als je dan met een gsm iPhone je vervrijft, dan begint dat boek te kallen. Ik zeg, je treedt door, manneke. Dat zal het, je ziet met een paar zegter. Goed, en niet alleen de iPhone door je vertrekken, maar je kon ook met een computer een ding eens opstuiten. Dan hot ze dat zo juffer en dan begint hij boek te kallen. En Hondepina heeft heel techniek ervan begrepen. Ik weet je, als minder jonge mens, heb dan je doorgelagen en me aangesloten met mijn zoon. En is mijn boek ontsteund met een QR-code. Toen kom ik me een tekenaar tegen, een striptekenaar, zeggen ze in het ABN. Dat was Chris van Brussel, Charlemagne, daar gaan we straks over hebben. Ik zeg, kon je voor mij door tekeningen in maken? En dat bukste ze op en toe een tekening. Oh ja, vroeg doe niet dat, ze hebben me ook geholpen. Waar ik vroeger enzovoorts, toerisme ingenomen in Vlaams heb. Heb ik zo vandaag bulletjes gemaakt, vandaag busjes en daar heb ik tummen zijn mogen schrijven. En ik hoorde niks voor enzovoorts. Ik zeg, ja, ik kom met een boek maken. Toen daar mijn eigen ben ik stiek raak. Ik zeg, nee, dat wil ik niet. Daar ben ik tenminste jaloers in. Hè. Dat wil ik niet. Maar ik ben de directeur gaan opzoeken van Vesalius. Je kent dat zo'n groot gebouw in Tongeren. Waar de mensen echt gewoon enorm goed geholpen hebben. En ja, ik weet wat het is. Hè. Dan had je de afdeling tweede etage. Daghospitalisatie neemt dat in zo'n Vlaams. Dus als ze de mensen helpen. En goddank dat dat er bestaat. Ziet je een kankerpatiënt. En zeg ik tegen de directeur, heer directeur, wil je zo goed zijn dat ik op mijn dienst zou gaan bieden? Zeg je, ja, kort tegen een boek schrijven. En als de drukken betaald is en de onkosten zijn betaald van dat boek, dan is de winst wel hoog. Want dat doen we, zegt hij, je ziet de sjouwman. Zeg je, maar je ziet ook een sjouwe directeur, hè. Dan moet voor de schepen. Dat is toen... Ja. Misschien is het... Ah, mag ik je schoot, zeg. Doe jij dat, kom maar. Toch, hij het al. We zijn kree bezig en ze zijn al bezig. Goed. En toen is dat zo'n stun en dan zien we toch eindelijk tot de boeken komen. Moest je problemen hebben met dat boek, maar niet ongerust, om 9 uur stop ik vandaag. En dan gaan wij ook een boek moest komen afhalen in de foyer. Dat is nou zo'n ding als jeetje, hè. Foyer. Dat komt van het Frans, hè. Je weet goed. Voor goed Thomas te parleren moet je Franse woorden enfoyeren, hè. Dat is echt gewoon in de foyer. En door gaan ze het boek geven wat je besteld hebt en betaald hebt. Dat we niet betaald hebben, mogen we niet schrikken. Je krijgt het boek niet. Het is geld voor boeken, hè? Zo gaat dat. De opbrengst is voor dus de oncologie van Tongeren. Mogen niet ongerust. Met de meeste mensen waar je zit hebben allemaal betaald. Maar daar we te laat geweest, we mogen nog altijd een kopen. En moesten, nee, maar dames, je moet er mogen maar niet ongerust. Je moet er aan je moos steken, we hebben twee armen, hè? Je moet niet schrik hebben. Goed. En toen zijn dat mensen, ja, zijn dat mensen, ja, goed, ik kom er straks op terug. Dat is ongeveer het boek, ding is, ah ja, ik wou zeggen, let erop als je het boek les, je moet rekening houden met de datum van de verschijning. Dus we zien begonnen in 2007, dus dat zijn bepaalde verhalen waar alleen mee kloppen met de werkelijkheid, hè. Maar vroeger kalde ik voor het zwembad van de motten, nou kalde ik voor het zwembad hè, op de plin. Dus niet dat dat verkeerd is, verre van. Ik ben zo gelukkig als een koning. Ik weet niet waar de schepen doorheen is, maar dat is formidabel. Nat water, schoon water, gratis water van de bron van Plin. Dus ik kon niet... Ah, ik dacht het, burgemeester. Ik kon niet geloven waar een verhaalsgang is op dat jaren dat we het boek hebben uitgegeven. Ik excuseer ook om voor mensen zoals eventueel vergeten hebben met de verintekenaars, dat is een schoon jutje, verintekenaars, vergeten te hebben. We mogen niet ongerust, we gaan het allemaal recht zetten. Het chance van alles is, ik kon in de garage komen, dat is op laken steun, niet slecht, een garage. En de garage die man zo, niet slecht, dat bellen, ik kon kunnen boeken, zeg ik, ja. En dan vergeet ik me in de om in te zitten, dagelijks. En met nog kiek en veel kiek in mijn papieren. Heb ik me ergens een blauw te vroeg en dacht dat ze geen na en niet gewoon een stomme, goede, brave jong. Ik ben naar dat meisje. Ik zeg, Marleen, laatste excuseer, je zit er niet in. En wij heeft twee erop zeggen, Marleen, je zit er wel in. Dat is dat ook al gedaan. We zien dat voor voedsters. Maar dat is niet erg. Het is allemaal in orde en is je koos gekomen. Ik stel voor dat we even
en excuseer me voor het dwingers, dat we ergens, je voor gewoon, gaat het allemaal op een schema vinden, hè. Dat is ook goed. Maar dat is niet erg. Gewoon een keer een dame al. Nee, neus en een witte kanaar, nee, dat hebben we ook niet nodig. Maar is toch dat allemaal maar vandaag? Dat is niet erg, gewoon eens wat zoeken. Ja. Dan stel ik voor dat we gaan beginnen met het Tungers liedje. En kort en goed, zouden we nog kort en goed voor zingen, de Beatles. Oh.